Hey Blokje Gamers en welkom bij deze video. Gisteren onder de livestream is me heel vaak gevraagd van Lars, wanneer wil je een keer een setup video doen? Ik heb al 2 keer een setup video gedaan, maar ik dacht, nou ja, ik kan nog wel wat veranderen, dus laat ik dat maar een keertje zien. Achter mij zien jullie eigenlijk de schermen al en het is donker. Ik ga een stukje naar voren en er is weer licht. Yay! Achter mij zien jullie natuurlijk het greenscreen en de schermen zien jullie daar ook, daar zo. Ik hoop dat het beeld goed wordt opgenomen, want ik weet ook niet precies hoe dat allemaal werkt met deze camera. Maar ja, als het allemaal weer zit, ook over een paar maandjes heb ik dan de Canon G7 X. Met dankzij jullie donaties. En natuurlijk, dankzij jullie donaties heb ik ook een nieuw beeldscherm, maar daar komen we zo meteen op. Allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor alle support op Blokje Gamers. Het is echt ontzettend gaaf. We zitten al bijna op de 5000 abonnees, jongens. What? En dat is heel veel. Heb je nog meer te zeggen? Nee, volgens mij niet. Laten we maar eens eventjes naar mijn setup gaan. Nou, vanaf hier uit de deur kom je dus hier terecht met een prachtige speelmat trouwens. Jullie zien het al dat ik natuurlijk een greenscreen heb. Daar gaan we allereerst naartoe. Ik heb het greenscreen opgehangen aan een pijp, zeg maar. Met van die... Ja, wat is dat voor een ding? Zo'n bevestigingsding. Daar zit het greenscreen op. En dan kun je eigenlijk gewoon helemaal naar links schuiven. Als een soort gordijn. En heb je geen greenscreen meer. Dat is ideaal. Alleen dan moet er volgens mij een keertje nieuwe op. Want als ik zo zie. Ja. Hij zit er niet helemaal goed in. Maar in ieder geval. Hij doet nog zijn werk. Goed. Dan achter het greenscreen hebben we natuurlijk mijn setup. Zoals je hier ziet. Het is wel een beetje donker nou. Maar dat. Ik kan mijn softbox wel eventjes aandoen. Laten we daar eerst mee beginnen. Ik heb natuurlijk een softbox ook dankzij jullie donaties. Deze softbox gebruik ik natuurlijk voor het livestreamen en voor de opnames. Ik zal wel eventjes voor jullie aanzetten. Even kijken dat ik nergens tegenaan knal. Jullie krijgen nou een heel mooi beeld. Pok. En als die aanstaat, heb je dit. Een hele bak is vol met licht. Maar hij doet echt uitstekend zijn werk. En als je naar hier zo kijkt, zie je dus dat hij heel veel licht geeft. Wat natuurlijk ook de bedoeling is. Waar beginnen we dan mee? Nou, laten we dan beginnen met mijn beeldschermen. Ik heb 2 keer een 27 inch beeldscherm. De Liama GE2788HS. Zoals je ziet. Dat komt ook mede dankzij jullie. Deze had ik al gekocht. En tweede heb ik dankzij al jullie donaties gedaan. Super, super, super tof. Mijn setup wordt steeds beter. Dan hebben wij hier mijn muis. De Rocket Cone XTD, zoals je daar ziet. Een hele fijne muis, ook met allemaal kinky lichtjes trouwens. Dat is ook hartstikke leuk. Wat hebben we nog meer? Nou, uiteraard de Logitech G27, die ik natuurlijk altijd gebruik. En de schakelpook die erbij zit. En die gebruik ik, ik weet niet hoe vaak. Dan hebben we hier, hebben wij mijn microfoon, de Samsung C01U Pro. Moet ik even kijken of ik die plopkap eraf kan halen. Ja, dat kan. Dit is dus een microfoon met een plopkap dat weet je wel, minder wordt. Het eerste geluid was trouwens een beetje scheef. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk een toetsenbord. Dit is een Gambird. Ik weet niet precies het model wat het is. Staat ook niet op de achterkant trouwens. Er zitten ook lichtjes op. Als ik op deze knop druk, dan zie je dat het ook licht geeft. En dan moet ik eigenlijk de softbox uitdoen. Laat ik dat eventjes doen. We kunnen zien dat het toetsenbord ook licht geeft. Het is geen gaming toetsenbord of zoiets. Dat hoef ik allemaal niet te hebben als het maar zijn werk doet. Wat hebben we dan nog meer? Nou, voor degene die zich afvragen van Lars, wat voor telefoon heb je? Ik heb de iPhone 6S. Voor degene die dat zich afvroegen. Dan komen we natuurlijk bij mijn computer. Het is een Acer Predator G3620. Het is al een oud modelletje, maar hij doet nog helemaal zijn werk. Bovenop zie je allemaal USB-sticks, USB-poorten, 2 keer USB 3.0 met allemaal lekker stof. En hier de aansluitingen voor de microfoon en weet ik veel wat. Aan- en uitknop, SD-kaartjes en spul. Nou, eventjes aan de zijkant. Ik heb ook, hoe heet zo'n ding ook weer? De videokaart die erin zit. Ik heb geen idee wat er eigenlijk allemaal in mijn computer zit. Wat ik wel weet is namelijk dat deze videokaart erin zit. De
MSI GTX 69 4 GB, oftewel de Nvidia GeForce GTX 69 4 GB. Met het spelhotel. Hartstikke mooi. Er zitten twee keer een SSD in, heeft 12 GB RAM. Een harde schijf van 500 GB, zover ik weet. Eigenlijk. Ja, ik heb geen verstand van computers, jongens. Het spijt me zeer. En natuurlijk, wat ik nog meer heb. Nou ja, ik heb een i7 in zitten, zoals je ziet. Een i7 tweede generatie. Dat is ook niet meer de beste. Hier heb je trouwens nog de externe harde schijf. Daar staan al mijn YouTube-spullen op. Alles. Muziek, video's, thumbnails, overlays. Alles staat daar op. Dus als ik die kwijtraak, dan ben ik behoorlijk gefukt. En dan hebben we hier eigenlijk nog één ding. Het is mijn headset, ook met mooie blauwe lichtjes. Dit is de Speedlink Xantos. Kun je dat aan de bovenkant zien? Volgens mij staat alleen Speedlink. Even scherpstellen, please. Kan dat? Hij wil zich niet scherpstellen. En verder is dat eigenlijk een beetje mijn setup. Het is niet heel erg bijzonder. Oh ja, en ik heb nog de Logitech C920 als facecam. En verder is het eigenlijk, is dat alles? Ik heb niet zo heel erg veel bijzonders eigenlijk. Ben ik nog iets vergeten? Ja, het enige wat ik misschien nog vergeten ben, is dat ik ook nog natuurlijk nog externe boxjes heb. Die zijn ook van Logitech. Ik heb geen idee wat het modelnummer is. Want daar heb je een box. Hier tussen zit er eentje, daar zo. Dan heb je, even kijken, daarachter zit er nog eentje. Daar zo. En hier zit er nog eentje. En ja, geeft eigenlijk niet. Oh ja, en daar zit ook nog eentje. Bij het gewoon hoofdscherm, bij rekenmachine staat er daar eentje. Maar ja, is het eigenlijk niet, jongens? Het is niet echt bijzonder als ik heel eerlijk ben. En dan hoop ik natuurlijk dat ik jullie genoeg heb geïnformeerd van wat voor setup ik eigenlijk een beetje heb. Zoals ik al zei, ik heb niet zoveel bijzonders. Ik weet niet hoe vaak dat al heb gezegd, maar dat maakt niet uit. Hopelijk hebben jullie een leuke video gevonden, jongens. Als het zo is, zou je dan een blauw duimpje omhoog willen geven. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden, want die 5000 likes komen steeds... 5000 likes? Nee, 5000 abonnees komen steeds en steeds dichterbij. En bij de 5000 abonnees ga ik uiteraard een 12 uur livestream doen. Maar dan moeten we eerst de 5000 abonnees halen natuurlijk. En hopelijk halen we die heel gauw. Jongens, als je nog vragen hebt, laat het dan weten in de reacties hier beneden. Misschien dat ik ze eventjes kan beantwoorden. Meer niet eigenlijk. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Hopelijk hebben jullie hier iets aan gehad. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer. Kalm!